Acteurs Jack Woutersen, Sanne den Hartog en Peggy Vrijens gaan de hoofdrollen vertolken in de korte psychologische horrorfilm Zwijg. Dat heeft regisseur Niels Bourgogne zaterdag bekendgemaakt. Tekst gaat verder onder advertentie. Zwijg vertelt het verhaal van Jonas den Hartog, die na lange tijd zijn vader Arend Woutersen bezoekt. Jonas schrikt als zijn vader haast onherkenbaar is. Is de vader enorm afgetakeld of heeft iets bezit van hem genomen? Regisseur Niels Bourgogne liet zich inspireren door het effect dat een beroerte op zijn vader had. Het idee dat je vader ineens is veranderd is zowel traumatisch als doodeng, stelt hij. Je wordt eraan herinnerd hoe kwetsbaar je persoonlijkheid is en hoe makkelijk deze kan veranderen. De opnames vinden begin maart plaats in Limburg. Regisseur Niels Bourgogne maakte eerder onder meer de prijswinnende korte horrorfilms Zwiepen en Woodlandse Meterie. Zwijg zal in de zomer in première gaan op een nog nader te bepalen filmfestival voordat hij internationaal gestuurd wordt naar filmfestivals. Buzzelets Blokkade.